Weet je waarom dat heel wat ondernemingen maar middelmatige business ophalen? Ja, omdat ze gewoon mainstream zijn. Ze zijn zo grijs, ze zijn zo gewoon. Een van de wetten van succes in business is uniciteit. Je moet trachten een uniek karakter, een unieke identiteit te krijgen als onderneming. En dat doe je door het winnend verschil op te zoeken. Tracht positief anders te zijn dan al je branchegenoten. En daar moet je als ondernemer best wel wat tijd in investeren. Persoonlijk, in het begin van mijn ondernemerscarrière, ik besteedde ruim een uur per week met een blad papier en een pen in de hand om gewoon ideeën te distilleren om het positief onderscheidend verschil te creëren. Om positief anders te zijn dan al mijn branchegenoten. Dan iedereen die in mijn sector actief was. En dat waren er nu niet zo heel veel, maar ik trachtte wel in te zetten op die meerwaardecreatie. Meerwaardecreatie is een van de geheimen van succes in business. Dus als jij nu eens gewoon een blad papier neemt en je verplicht je eigen om eens een uur dingen op te schrijven waar jij positief anders in kunt zijn dan al je branchegenoten. Hoe kunnen jullie met je onderneming nu positief anders zijn dan al die anderen? Wel, ik kan je meegeven, als je een uurtje tijd, alleen nog maar één uurtje, eraan besteedt, dat je mogelijk een, twee, drie dingen zult kunt gaan benoemen waar je op kan gaan inzetten om positief anders te zijn. En als je daar een gewoonte van maakt om dat iedere week ook te doen voor een uurtje, dan kan ik je garanderen dat je zes maanden verder een onwaarschijnlijke batterij van dingen hebt bedacht, maar mogelijk ook gecreëerd, die je positief anders maken dan. Je concurrenten, je con collega's, je branchegenoten. En als je consistent beter bent dan al je branchegenoten, vroeg of laat krijg je die positieve momentum, gaan mensen dat opmerken en krijg je die instroom van nieuwe prospects. En zo gaat je bedrijf groeien. En dat is een lange Je moet altijd blijven inzetten op het winnend verschil. Want stel je voor dat een van je branchegenoten meer positief anders is meer uniciteit mee heeft dan jouw onderneming, dan gaan ze mogelijk op termijn jouw klanten afsnoepen. Gaan mogelijk de klanten die nu bij u kopen, nieuwe prospects zijn voor je branchegenoten. En daar gaan besteden. En dat moet je natuurlijk vermijden. Je moet die handel magnetiseren door positief anders te zijn. Maak het winnend verschil op al je branchegenoten. En business is hard. Je moet taai zijn in business. Je moet durven competitief zijn. Je moet durven het verschil willen maken. Dat is ook zo in de sport. Als je in de sport ook positief anders bent, je bent meer competitief, je hebt een betere fysiek, je hebt een betere techniek, dan ga je vroeg of laat die wedstrijden winnen en word je kampioen. En dat moet je ook doen in business. Je moet inzetten op die Champions League. En als je dan die Champions League speelt, dan moet je ook de kampioen van de kampioenen willen worden door net een uniek karakter te creëren met je onderneming. Dus, de oefening die ik je meegeef, dat is... pak eens een blad papier en een pen in de hand... en verplicht jezelf is om een uurtje, gewoon één uurtje dingen op te schrijven... die het winnend verschil kunnen maken. Met andere woorden, dingen waar jij op gaat inzetten of kunt inzetten... wat je concurrenten laten liggen. En als je dan effectief daad bij woord, geschreven woord gaat voeren... Je gaat effectief dingen omzetten. Wel, dat gaat op termijn een onwaarschijnlijk groot verschil maken. Ik hoop je met deze tip van dienst te zijn geweest. Ik zie je graag in de volgende video voor een andere tip.